speel nu over de Vox AC15 C1. Het is een limited edition, omdat hij in het rood is. Dat is bijzonder voor een Vox. Er zitten 3 12 AX7 buizen in en 2 EL84's. En die laatste twee die zorgen voor de kenmerkende Vox sound. Er zitten 2 kanalen op. Er zit een normal kanaal op en een top-boost kanaal. Een top-boost kanaal stond ik als laatste over de net. Dat zegt dat het een beetje gain geeft. En hij is 15 watt. Er zit een Greenback Celestion luidspreker in. En er zit ook nog een mogelijkheid in om een extern speakerkabinet erop aan te sluiten. Dat je nog groter kan spelen. De speaker is 16 ohm. Er zitten een aantal effecten op. Ten eerste reverb. Galm. Ten tweede een tremolo effect, wat ik altijd erg leuk vind. Wat ik al zei, speel ik nu op het top-boost kanaal. Het eerste normal kanaal, dat moet ik even omprikken, is de cleanest sound. Dat is helemaal clean. En het top-boost kanaal geeft een beetje gain. Deze versterker is verkrijgbaar bij Pro Music Store in Rotterdam.